Dit moet me wel van het hart. Suriname bestaat eigenlijk niet. Suriname is een kunstmatige zaak. Het is een land waarvan men de grenzen niet kende. Een land wat geen volk heeft. Een land waarvan degenen die er wonen hun eigen geschiedenis niet kennen. Ja, zo'n land is er eigenlijk niet. Het bestaat eigenlijk niet. Het moet komen. Het moet ontstaan. Ja. En een van de redenen waarom of wij dus ook erop aandringen dat de mensen de geschiedenis van het land zullen kennen en begrijpen, dat is juist in de hoop dat zich ook daaruit een bewustzijn van saamhorigheid en van lotsverbondenheid zal ontwikkelen, zodat er op die manier een natie ontstaat. En daar hebben de Hollanders nooit aan meegewerkt. Ze hebben alleen maar alles gedaan om er tegen te werken. Op een kleine groep Indianen na die al in Suriname woonden, zijn alle andere groepen mensen in Suriname geïmporteerd door de Nederlanders. Bij een bezoek van prinses Juliana in 1943 zien we de bevolkingsgroepen gescheiden opdraven. Suriname is een nog verzuilder land geworden dan Nederland zelf. In theorie bestond er wel als bindend element verplicht onderwijs voor iedereen, maar geld werd daarvoor bijna niet ter beschikking gesteld. Bovendien mocht dat onderwijs vanaf 1863 niet in de algemene Suriname gebruikte omgangstaal worden gegeven, maar in het Nederlands, zodat deze Indiaanse kinderen nog steeds zwoegen op woorden als buschauffeur. Daarom heten ze Bladzijde 6, Asiloike. Begin bovenaan. Ja? Als het veer schuin komt te liggen. De verboot boot vaart legt naar de andere kant. Het is niet ver. Ja, het lagere onderwijs in Suriname was dus ook uit hoofde van dat Nederland de norm was, helemaal Nederlands georiënteerd. Je leerde over je eigen land niets en over Nederland meer dan de Nederlanders zelf. Een voorbeeld? Ik heb als jongen van een jaar of 12, 13 al moeten leren hoe je te water reisde. Van Stadskanaal naar Zierikzee. En dan moest je dat allemaal opnoemen. Alle kanaaltjes en riviertjes waar je langskwam en alle plaatjes. Dit is heel duidelijk Nederland niet. In deze tropen zou je moeten leren thuis te zijn met z'n allen. Maar een binding via het onderwijs ontstond niet, omdat het onderwijs gericht was op het vreemde Nederland en niet op de Surinaamse volksgenoot. Daar komt nog bij dat na 1933 de neiging bij het bestuur ontstond om de eigen cultuur en taal van de Hindoestaanse en Javaanse immigranten te bevorderen en bijvoorbeeld eigen Javaanse dorpsgemeenschappen te stichten. Dat zuilensysteem van de immigranten om ze apart te houden, dat is in het begin vrij natuurlijk ontstaan. Maar dat is dus eigenlijk onder invloed van Colijns visie op de koloniën, die daar dus die gouverneur Kielstra naartoe gestuurd heeft, heel sterk bevorderd. Wetens en willens, ik zou bijna zeggen moedwillig. Waarom? Waarschijnlijk uit de visie verdeel en heers. En ook omdat deze mensen volkomen Indonesisch georiënteerd waren, die het toen voor het zeggen kregen. En vanuit het Indonesische systeem in Suriname gedacht hebben, als we die verschillende groepen apart houden en zoveel mogelijk bevorderen dat ze hun eigen cultuur vasthouden, dan is de zaak beter bestuurbaar. Zonder erbij te bedenken dat daar een volk moest ontstaan, dat deze mensen blijvers waren.